Oké, hey iedereen. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik nogal zo met mijn moeder om mijn pc binnen te brengen. Want daar zit waarschijnlijk een virus op. En die moet eraf, want die is heel traag. Die is gemaakt om 8 programma's open te doen. En nu heeft die moeite met 1 programma. Dus daar is wel sowieso een virus aan. Dus we gaan in de hassel, dan gaan we ook wat eten en wat leuke dingen doen. We zitten nu even in een restaurant of de BBC suite. Kunt je eten? En juist zijn we bij Switch geweest. Ik heb blijkbaar geen virus, maar ik weet niet. Ik moet gewoon wat meer programma's verwijderen dat ik wat meer opslag krijg. Dan kan het normaal sneller werken, maar we gaan lekker eten. Jongens, kijk, lekker eten. Jij hebt hier zo'n hartje op gemaakt. Kijk, die hebben zo'n hartje erop gemaakt. Op de cappuccino, denk ik dat het is. En bij mij hebben ze zo'n tas met waar de damp uitkomt. Lekker. Jongens, check dit. Lekker eten. Zij heeft verloren brood of wendeltjes. En ik heb Amerikaanse pannenkoeken, jongen. Dus lekker, maar die stelt niet scherp. Ah, nu wel. Ja, handig, maar. Zo, of nee. Ja, ik weet het niet. Maar we gaan lekker eten. Lekker. Zo, we zijn klaar met eten. Ik heb het een beetje opgekregen. Dat is echt, het vult zoveel. Zij heeft het wel allemaal opgekregen, maar zij heeft ook een grotere maag dan ik. Maar ik vond het wel echt lekker. Dat moet ik wel echt zeggen. Ik ga het proberen zelf ook eens te maken, Amerikaanse pannenkoeken. Ik ga het recept opzoeken. Ik wil het echt kunnen maken. We gaan nu even winkelen met mijn moeder naar de Carrefour. Ja, wat is dit? Het is toch de Carrefour, hè? Ja. Oui. Oké, mondmaskerje aan. En dan gaan we naar binnen. Coronaregels. Ja, ik heb het net niet gelezen. Hier is mijn afdeling. Wacht even. Hier ze. Ja. Ja. Let's go. Zo, ik ben even aan het editen. Maar terugkomend op hier waarin ik zeg over het virus van mijn computer. Ga ik even wat meer over vertellen, want ik zie dat ik eigenlijk echt niks over heb gezegd. Eigenlijk heb ik gewoon het probleem gehad dat ik heb hem dus een pc gekocht, de MacBook Air van 2020. Deze computer. En in het begin ging die heel goed, maar naar de rand begon die heel traag te zijn. En begon die heel raar te doen. En mijn broer zei toen, hij ziet dat trouwens hier, die zei toen dat er misschien een virus op zat. En toen zijn we... ben ik naar Switch gegaan in Genk. En toen hadden ze mij doorverbonden naar Hasselt, naar de technische winkel. En daar zijn we dus vandaag naartoe gegaan. En daar hebben ze ons goed geholpen. Er zat blijkbaar geen virus op. Maar we hebben wel... Even swipen. Zo, wacht even. Hier zie je het misschien, maar hier heb ik een programma gekregen. Waarin ik kan kijken als ik een virus heb. Ik heb blijkbaar geen virus, maar het is denk ik hetgene geweest, de MacBook Air... Het is een groot verschil met de MacBook Pro die mijn broer er heeft. Want de MacBook Air heeft een veel minder goede... hoe zeg je dat? Processor of zo. Ja, processor. En mijn kan dus veel minder aan. En we gebruiken... ik gebruik een best zwaar bestand voor te editen en voor thumbnails te maken. Want ik gebruik Adobe Photoshop en dat vereist toch best veel. En toen had hij mij aangeraden om elke keer als ik een nieuwe video maak... die dan te uploaden ergens, om op een stick te zetten en dan die terug te verwijderen, dan gaat hem normaal minder traag zijn. Dus ik hoop dat het werkt. Daarom waren trouwens de video soms een dag te laat, omdat ik zo geërgerd was, omdat het zo traag ging. Maar ik hoop dat het nu werkt. Ik vind dat het nu iets sneller werkt, dus daar ben ik heel blij mee. Oké, door naar het volgende shot. Beetje verluidig, sorry. Jongens, zo ziet het eruit als ik een backflip doe. Nice. En een sideflip.
Holy moly. En niet te vergeten, een fromflip. Holy shit. Dat is zo eng met een camera. Mens. Soms is het toch eens leuk om gewoon even te kunnen springen. S'avonds. Of s'morgens. Of overdag. Of wanneer dan ook. Het is gewoon leuk om even gewoon... Oh, even niet inzoomen. Het is gewoon leuk om soms gewoon even te springen. En dit te doen. Ja, ik vind het echt heel eng met een camera. Pa-da-pa-da. Poepadipada. Pabadibibidaboe. Hups. En dan ben ik weer in mijn kamer. Trouwens. Hier, mijn ledlampjes. Zo mooi aan. Deze ook. Voilà. Mooi aan. Dat is echt een coole upgrade aan mijn kamer, vind ik. Ledlamp achter mijn bed en bureau. Dan mag het licht uit. Voilà. Zit ik hier lekker gezellig, joh. Ga ik wat YouTube-video's kijken, joh. Ik ga wat YouTube-video's kijken. En dan, trouwens. Weet je wat ik nu ga zeggen? Bedankt voor het kijken naar deze video. Later.